De reizen met Annalot. Annalot is hier de Japan-specialist. De afgelopen dagen meldt de een na de andere klant zich. Ja, ze zijn allemaal wel heel erg bezorgd. Dus ze, ze, ze beginnen allemaal met dat ze geschrokken zijn over het nieuws. Ook al gaan ze pas uh, eind van het jaar, uh, is hun reis gepland. De nucleaire dreiging in Japan veroorzaakt duidelijk onrust. Zo komt er tijdens het interview een e-mail binnen. Gezien de ontwikkelingen in Japan hebben wij besloten om Japan uit ons reisplan te schrappen. En dus zijn alle reizen in maart geannuleerd, vertelt de eigenaresse van het Utrechtse reisbureau. Een handjevol die de komende twee weken zal vertrekken. Um, in april gaan er meer vertrekken in verband met de kersenbloesem die dan gaat bloeien. En um, dat is het hoogseizoen voor uh, toeristisch Japan. Ja, en wat we daarmee doen, dat moeten we nog kijken. Want de situatie in Japan is heel onzeker. Bianca de Jong uit Beeldhoven zou over twee weken naar Tokio vliegen. Ze heeft dagen getwijfeld wat ze zou doen. Ik dacht eergisteren nog al gaan. Ik dacht, doe even die, die kerncentrales een beetje afkoelen en, en we gaan. Toch heeft ze de reis geannuleerd. Naast vakantievieren zou ze als fotografe in Tokio gaan werken. En dat ziet ze niet meer zitten. Ook al komt het een beetje goed, dan, nog, dan zit je daar in zo'n hele zachtreinige stemming. Omdat ja, het hele land is overhoop. En, uh... Niemand denkt van, oh, laten we nu eens even vette fotoshoots gaan doen. Werken in Tokio is nu inderdaad wel erg lastig, zeggen ze bij het Utrechtse reisbureau. Haar medewerkers in Japan slapen op kantoor. Want het openbaar vervoer ligt door stroomgebrek soms stil. Ik hoor dat, dat mensen lopen van kantoor naar huis en daar uren over doen. Dus waarom zou je dan als toerist in Tokio zijn? Het geld voor de vliegtickets krijgen de reizigers gewoon terug. Maar ondanks al het natuurgeweld in Japan, is het schrappen van een vakantie natuurlijk balen. Ja, enorm. <laughs> ja, ik had me er echt ontzettend op verheugd. En Tokyo Disneyland en zo, maar dat is half onder water gelopen. Dus dat is ook dicht. Uh, dus nee, ik had echt super zin in. Het was de vakantie van het jaar. Dus ik, ja, nu gaan we naar Engeland.